Hoi en leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Ik ga vandaag naar Enschede en ik ga shoppen. En ik neem jullie mee, want ik ga een pashokje shoplog voor jullie opnemen. Ik heb er heel veel zin in en ik heb ook echt veel dingen nodig. En ik neem jullie mee, dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En blijf vooral zeker even kijken en doe een duimpje omhoog. Laten we snel gaan voor ik de trein ga missen. Dus we gaan nu naar het station toe. Dit shirtje komt van de Primark. Deze broek komt van een nieuwe winkel in Enschede. Ik ga straks gelijk kijken voor jullie waar die vandaan komt. Gewoon lekker een wijde broek en schoenen van Adidas. Dus, let's go! Oké, ik sta buiten en het is echt zulk weer van jas aan of niet. Het is 22 graden, half bewolkt, half zon. Nou, het loopt toch winkels in. Ik ga denk ik geen jas aan doen. Ik heb het nu al warm, dus nee. Nou jongens, ik zit in dit hokje, helemaal mijn eentje. Ik heb nog van de DA een waardebon, van Rituals en van H&M. Dus daar kan ik zeker wat mee vandaag. En ik hoop dat de trein zo eraan komt, zodat ik lekker erheen kan gaan en lekker kan shoppen. Dus ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden en dan neem ik jullie mee. Ik kan echt niet kiezen. Ik ga denk ik toch voor deze, want deze is zilver. En roze. En dit is goud. En ik draag mijn zilver. Ja. Nou, ik heb 5 dingen. Dit rode jumpsuitje. Nog iets. Een zwarte broek. Shirtje. En nog een shirtje. Dus, let's try. Nou, ik heb dit shirtje. Maar hij is heel kort en je ziet echt de BH doorheen, al valt het nu al mee, maar je ziet het wel. En nee, iets te strak, was ook alleen een maat 34. En hier staat love, dus nee, dit wordt hem niet. Oké, ik heb nu dit gele strakke shirt. Vind ik ook niks. Hier zit het te los. Ik heb maatje 36. En ja, hij is ook een beetje apart. Aan de onderkant. Gek afgesneden. Ja. Nee. Als hij wat strakker was, vind ik hem wel leuk. Maar de kleur vind ik ook heel leuk. Maar er blijft erbij. Dus dit wordt hem ook niet. Jammer genoeg. Ik vind de kleur wel heel leuk. Dus, nou, nu gaan we dit testen. En deze broek. Ik ben heel benieuwd. Deze vind ik ook echt zo cute. Maar helaas. Dus dit wordt hem niet ook. Helaas. Oké, ik heb de jumpsuit aan. En hij is echt vet leuk. Ik kan niet echt alles laten zien. Zo. Alleen je moet oppassen dat je onderbroek niet doorschijnt. Hier zit hij ook perfect. En alleen de mouwtje zit hier wat losser. Maar ik vind hem echt zo leuk. Hier, oh, misschien kan. Ja, nu zie je het al beter. En de onderkant is ook wat wijder en korter. Ik vind het wel heel erg leuk. En dan hier allemaal kettingen. En oh, het licht is hier echt afschuwelijk. Maar vet leuk. Oké, ik heb een maatje 36 voor 20 euro. Dus deze ga ik sowieso meenemen. Alleen dus oppassen met onderbroek. Dat dat randje hier niet te zien is. Maar hij is echt vet leuk. En ik heb al gekeken. Hij schijnt niet door. Dus dat is top. En ik ben echt verliefd op deze. Dit is zo leuk te combineren met een leuk tasje of zo. Een sieraden. Dus ja, deze ga ik sowieso meenemen. Oké, ik heb het rode jumpsuitje aan. Maar nee, het idee is zo vet leuk. Maar hier zit het echt niet mooi. Je ziet alles er doorheen. Kijk. De onderkant is wel vet mooi, maar een beetje hetzelfde, maar dit vind ik wat chiquer. Dit is wat bloter. Dus zou je met een jasje in de winter wel kunnen combineren, maar nee, je ziet alles. Je ziet echt alles. Het idee is zo leuk, maar het zit ook dus te los. En hij had wat strakker gemoeten en hier, nee, het stofje is gewoon te goedkoop. Dus dit wordt hem helaas ook niet. Oké, ik heb even dit shirt aan voor de broek, maar ik vind het niet echt wat zitten. Of mooi zitten. Het zit hier een beetje los.
En hier juist vet strak. Echt, er zit geen één stretch in. Dus het is niet heel comfortabel. De onderkant vind ik wel mooi, maar... Nee, ik denk niet dat ik dit ga doen. Wat vinden jullie? Ik snap het. Het is echt een leuk detail ook zo, maar... Nee, het zit niet zo fijn. Dus dit ga ik niet doen. Ook niet. Dus het enige wat ik ga doen... Ga nemen bij de Primark. Is deze jumpsuit. Oké, ik heb twee flarebroeken. Een rode en een groene. Lightdoor ligt echt heel vet raar trouwens. Zo is beter misschien. En dit shirtje. Maar ik weet niet of ik dit wat vind. Het is zwart met rode glitters. Maar ik dacht dat was wel leuk voor je ogen. Het is echt heel slecht licht. Maar oké, ik ga het aanpassen. Allebei S en XXS. Want dat wil ik wel lekker strak. Dus ik ga het passen. Short girl problems. Sad. Kijk hoe leuk dit is. Het is dus echt zo goed. En heel erg fijn zit hij. Echt heel slecht licht. Wat jammer. Maar het is veel te lang. En dat vind ik zo jammer. Hij zit wel goed. En ook leuk met dit groene. Al lijkt dit nu echt veel feller. Maar dat is helemaal niet waar. Maar helaas is het te lang. Echt te lang. Kijk dit. Ik sta er ook gewoon op. Zo jammer. Zo leuk had het kunnen zijn. Maar goed, ik weet nu niet of ik het door ga zetten. Dit, want dan past deze ook niet. En deze vond ik leuk voor hierboven. Maar ja, ik ga het nog wel even passen. Oké, jongens, hij is zo leuk. Hier zit dus van wat, hoe heet dat, gaas. En dan staat, wat staat er eigenlijk? SVN 7. Geen idee, I don't know. Maar dat is toch leuk. Leuke combi. En dan zo, met zo'n knoopje. Maar helaas, dit is zo sad. Waarom heb ik dat altijd? Maar ik zit dus te twijfelen, want dit is een XXS. Echt heel klein. En maar 20 euro. Maar ik heb dit nog niet in mijn kast. En ik vind het echt wel vet. Dus ik denk dat ik deze wel ga doen. En de broeken niet. Maar... Als iemand tips heeft voor zulke broeken, voor mensen die kort zijn of klein zijn, let me know. Zo stom. Dit was zo leuk anders geweest. Maar goed, deze ga ik wel doen. Deze niet. En deze ook niet. Jammer genoeg. Dus dit was de sting. Dan gaan we naar het volgende. Oké, deze broek. Twijfel ik een beetje over. Hij zit wel perfect op zich. Ja, er is hier geen spiegel. Dus. Maar hij zit wel mooi. Alleen, ik weet niet of ik het mooi vind. Dat klinkt echt gek. Ja, ik draag bijna nooit spijkerbroeken. Maar ik wou het wel. Dus hij zit wel heel fijn. Ik denk dat ik het wel ga doen. Kijk maar eerst verder. En als ik vandaag niks heb gevonden, ga ik die doen. Dus. Oké, jongens, ik ben net bij de Mango geweest en ik laat jullie even zien, want ik heb een nieuwe portemonnee nodig. Want mijn is lomp groot en dat vind ik helemaal niet fijn. Maar ik had dus net een portemonnee bij de Primark gekocht en toen kwam ik net bij de Mango. Die vond ik veel leuker, dus ik ga even retourneren, maar ik laat het wel even zien. Kijk, dit is mijn oude en deze zag ik net bij de Mango. Zit alles gewoon in één ding. Veel handiger en deze heb ik net gekocht bij de Primark. Maar ik vind deze veel mooier. Dus ja, deze wil ik houden en deze ga ik nu terugbrengen naar de Primark. En dit was dus mijn oude, veel te groot. En ik wou een kleinere, dus top, dat heb ik ook gehaald. Oké, ik ben bij de H&M. En ik beloof mezelf net dat ik geen truien ga pakken. Wat doe ik? Top. Ik ben trouwens bij de H&M. Sowieso niet met dit, maar ik weet niet meer. Het is een beetje groot en hij valt sowieso zo. Ik weet niet zo goed. Ik denk het niet. Kijk, met een strakke spijkerbroek kan ik het begrijpen. Maar nee, ik hou hier niet zo van. Ga ik toch niet aan doen. Dus dit ga ik denk ik niet doen. En ik zak ze binnen het af. Deze was 15 euro, maar een S. Maar dit vind ik niks, dus nope, dit wordt hem niet. Laagketting. Ik denk dat ik deze doe van de Bon.
Ik heb de ketting gedaan. Het was super mooi zilver, dus dat draag ik toch. Oké, ik ga nu naar de Rituals om de bonnen in te leveren. En laat ik jullie ook thuis nog wel zien wat ik daarvan heb meegenomen. Oké, ik ben weer bij de Only. En ik heb weer de broek aan van net. Maar dan in een maatje groter. 38. Ik ga toch de 36 doen. Die zit net wat... Kijk, dit heb ik heel gauw. Dus 36 ga ik aandoen en die ga ik ook halen. Hij is 40 euro. Dat heb ik er wel voor over, want oliebroeken zijn echt super fijn. En ik vind hem heel leuk. Dus ik ga even de S aandoen en dan ga ik hem meenemen. Ik zie jullie thuis. Dit is de winkel waar ik deze broek van heb. Fashion 53. Nou jongens, ik ben thuis en ik ben echt kapot. Hebben jullie dat ook altijd? Altijd als ik een dagje ga shoppen of zo, ben ik echt kapot. Helemaal gaar. Maar moet je één keer kijken, hè? Dit is toch erg. Deze hele tas zit vol met spullen van vandaag. Ja, jullie weten nu inmiddels wel wat ik allemaal heb gehaald. Maar ook een paar dingen weten jullie niet. Dus dat kan ik jullie nog even laten zien wat daarin zit. Dit hele leuke tasje. Echt zo leuk. I love it. Echt mijn kleur, lichtroze. En je kan hem nog groot doen en zo in de top. Dan had ik bij de Primark nog. Dat is namelijk deze. Maar ik heb een gouden en dit is zilver. En ik draag eigenlijk altijd zilver. Maar waar ik het bestelde, was geen zilver. Dus ik had hem gauw besteld. Maar nu zag ik de zilver en toen dacht ik, you're mine. Dan, dat ga ik dus straks gelijk aandoen. Want ik ga zo even lekker douchen en zo. Deze pantoffels. En ik weet het is nog zomer, maar echt, ik moet me altijd inhouden met dit soort dingen. Met truien en zo. Dus deze pantoffels heb ik nog gehad. Super zacht, echt love it. Heel mooi kleurtje. Ja, nieuw beige-achtig. En het was maar 5 euro. Dus deze ga ik straks gelijk aandoen. En dan had ik nog bij de Rituals. Wow, allemaal bonnen. Ik had 3 producten uitgezocht. 2 voor mezelf en 1 voor mijn moeder. Die vindt dat ook heel lekker. En toen zei ze, moet ik het leuk inpakken? Ik dacht, nou leuk, weet je wel. Want kan ik het ook aan mijn moeder zo geven. En dat is dus zo'n grote doos. Alleen toen ze dat pakte, dacht ik echt, wow, shit, hoe neem ik dit allemaal mee? Maar het paste gelukkig in een Primark tas. Dus hier zitten 3 producten. Laat ik nog wel even zien zo. Oh, dit hebben ze zo leuk gedaan. Ik heb deze gekocht voor mezelf. Dit is een conditioner. En dit is namelijk mijn favoriete Rituals line. Dus deze ga ik straks ook gelijk gebruiken. Ik vind het echt top. En ik heb deze voor mezelf gehad. En dat is diezelfde lijn Body Mist. Die Cherry Blossom. Volgens mij, zoiets. En dat vind ik zo'n lekkere geur. Kijk, deze. Dus deze heb ik ook gehad. En ik ben daar zo blij mee. En ik heb dus voor mijn moeder deze nog meegenomen. Want dit vindt zij ook een zo'n lekkere lijn. En dit is Booming Shower Gel. Dus die van mijn moeder. Dat was eigenlijk alles wat ik vandaag heb gehad bij de, Primark. Ik bedoel natuurlijk in Enschede. Het is heel veel, dus ik kan er weer lekker tegenaan. En doe een duimpje omhoog als jij dit soort video's leuk vindt. Dan kan ik dat vaker gaan doen. En abonneer je zeker even op mijn kanaal. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!